Dit is dan de eerste praktijk speciaal voor arbeidsmigranten, ook wel huisartsenpraktijk Healthcare for Internationals Limburg genoemd. Huisarts Frank van Kemenade merkte dat er behoefte was aan een praktijk voor deze steeds groter wordende groep. Het is gebleken dat arbeidsmigranten echt zorg tekort komen. Voor arbeidsmigranten is het ontzettend moeilijk bij een medisch probleem een huisarts te bereiken. Niet omdat de huisartsen slecht bereikbaar zijn, ze zijn allemaal uitstekend bereikbaar in Nederland en Noord-Limburg zeker. Maar vanwege de taalbarrière is het ontzettend moeilijk om een goede afspraak te maken. En omdat ze daar al bang voor zijn, wachten ze vaak heel lang met het naar de huisarts gaan hulp inroepen. Waardoor als wij ze eenmaal zien, ze ook veel ernstiger ziek zijn. En om juist die drempel goed te verlagen en te zorgen dat mensen heel gemakkelijk per telefoon in hun eigen taal of per e-mail, per WhatsApp of Messenger ons kunnen bereiken, hebben we deze migrantenpraktijk opgericht. Ook deze Poolse patiënt liep tegen het taalprobleem aan. Zij ging eerder naar een huisarts in Blerik. Ja, dat was heel erg moeilijk. Eerste instantie, dat was aan de telefoon, dat die mevrouw kan niet communiceren. En tweede, zelf in de met gesprek met arts, moet die mevrouw iemand toe extra betalen om consult te krijgen. Dus dat was hartstikke moeilijk en spannend om afspraak bij de huisartspraktijk te maken. En die drempel moet nu weggenomen zijn met deze praktijk. Een arbeidsmigrant die de huisartsenpraktijk belt, krijgt bijvoorbeeld al een keuzemenu in verschillende talen. En in de praktijk is er een tolk, zoals Magdalena. Ik help voor allemaal Poolse patiënten. Met hier met de artsgesprekken, maar ook aan de telefoon, aan de balie. Met patiënten inschrijven en helpen. Maar ook huisartsen zijn blij met de nieuwe praktijk. Met ruim 36.000 arbeidsmigranten in Noord-Limburg werd de druk bij hen groot. Maar het is echt de bedoeling dat dat natuurlijk de druk wegneemt, zodat zij ook meer ruimte hebben voor andere zorg. Want bij de meeste praktijken in Noord-Limburg zitten we eigenlijk gewoon vol en is het heel druk op dit moment. Arbeidsmigranten kunnen zich nu bij huisartsenpraktijk Healthcare for Internationals Limburg inschrijven. Over de kosten hoeven de patiënten zich geen zorgen te maken. Werkgevers hebben bij iedere arbeidsmigrant die hier komt werken een contract met een zorgverzekeraar. Dus mensen zijn gewoon basisverzekerd, hebben dus recht, dat zit in uw basisverzekering, op eerste lijns medische zorg. Dus dat is eigenlijk net zoals voor u, voor niks. Alles is geregeld, alleen nu nog de duizenden patiënten. Deze Poolse patiënt heeft de weg in ieder geval al gevonden. Dat was via haar eigen man en dat was via. En eerste reactie was zo snel als mogelijk hier inschrijven en hier terecht te komen. Maar eigenlijk te hopen dat ze niet vaak hier naartoe hoeft te komen, toch? Ale mamy nadzieję, że nie będzie musiała pani często do nas przychodzić, że będzie pani zdrowa. Dat klopt. Ja.